Mag ik je vingers zien? Zet je. Oh, er komt even een beest uitlopen. Is dit een date? Ja, ja, wel met veel afstand. Of je hebt toch altijd zo'n liedje als je opkomt? Welkom bij Taxi Calvijn, dames en heren. De enige taxi waarin alles mag, alles kan en elke vraag wordt gesteld die er in me opkomt. Ik krijg vandaag weer vier hele mooie, bijzondere, leuke, ingewikkelde, spectaculaire gasten in mijn auto. En ik breng ze van A naar B en dat wordt gezellig. Veel kijkplezier, ga ervan genieten. Ik ga beginnen. Hey, goeiedag. Goeiedag. Taxi. Taxi Calvijn. Oké dan. Kom erin. Welkom. Thanks. Met wie heb ik het genoegen? Amira. Martijn, aangenaam. Ik ben Iris. Obada. Obada. Ja. Obada, wat goed dat je in mijn taxi zit. Dank je wel. Waar gaat de reis naartoe? Naar Amsterdam-Oost. Ja, dat kunnen we doen. Waar kom je net vandaan? Dit is mijn werk hier ook. Ik heb hier een atelier. Je hebt een atelier, want je bent? Portretschilder. Dus je schildert portretten? Yes. Duh. En wat, okay. En dit is het? Ja, dit zijn reproducties. Dit is een beperkte oplage. Dus prints met een unieke lijst. En, dit zijn portretten van diverse mensen. Zoals? Dit, bekende mensen, onbekende mensen, meestal je buurvrouw. Bekende mensen. Dit, okay. Dit is van bijvoorbeeld van een Marilyn Monroe tot Salvador Dali of een Adele. En dat is je werk echt? Yes, ja. Ik ben fulltime kunstenaar. Echt? Yes. Wat nice. Waar gaan we naartoe? Naar Theater Amsterdam. Want wat moet jij bij het theater, normaal gesproken? Ik ben muzikant. Ik ben klassiek pianist van huis uit. Ik ga veel meer de moderne kant op. Oké. Maar wel, ja, piano is wel mijn basis. Wat vind je leuk om te doen? Kickboksen. Kickboksen. Je hebt wel eens prijzen daarmee gewonnen. Ja. Wat heb je dan gewonnen? 4 keer Europees kampioen en... 4 keer Europees kampioen? Ja. En 3 keer wereldkampioen. 3 keer wereldkampioen? Ja. Kickboksen? Ja. Hoe oud ben je? 10. Gewoon 10 jaar? En dan ben je wereldkampioen kickboksen 3 keer? Ja. Wat joh. Heb je het druk? Ja, ik ben elke dag druk. Waarmee? Met filmen. En ja, met monteren. Kijk, ik heb kanaal op YouTube. Ja. Maar voor Arabisch mensen. Maar niet voor Arabisch mensen. Ik ben acteur. Ik heb 6-7 karakter. Ja. En ik doe het op YouTube dat. En elke week 2 video. Dat doe je op YouTube? Ja, op YouTube. Ik zit ook op YouTube. Ja? Oh. Ja. Dat hebben we gemeen. Dan hebben we in ieder geval iets gemeen. Oh. Hoeveel subscribers heb je? Ik heb 1,1 miljoen. Iets meer. Je hebt ook 1 miljoen. Hetzelfde. Je maar, hebt 1 miljoen abonnees. Ja. Hoezo heb ik het dan nog nooit gezien? Die 1 miljoen is Arabisch mensen. Snap je? Niet Nederlands mensen. Maar ja. Ik wil ook iets nieuws maken op mijn kanaal. Kan vertellen in Engels. What the fuck heb je meegemaakt? Ik ben heel jong het huis uit gegaan. Wat is heel jong? Toen ik 14 was. Oké, dat is wel aardig jong. Omdat ik aan het conservatorium wilde studeren in Den Haag. En ik kom uit Harderwijk. Dus mm-hmm. Dat was gewoon te ver om op en neer te reizen elke dag. En toen kwam ik in een gastgezin. Maar lang verhaal kort. Ik zeg het ook gewoon zoals het is, hè? Ja, ik werd misbruikt daar. En toen ben ik 's nachts weggevlucht uit dat huis. En toen werd ik dakloos, want ik durfde dat niet eigenlijk aan niemand te vertellen, maar vooral niet aan mijn ouders. Dus toen heb ik in die tijd wel veel meegemaakt. Heb je iemand wel eens knock-out geslagen? Ja. Echt? En iemand knock-out slaan, hoe is dat? Dan heb je gewonnen? Ja. Maar dat is niet leuk voor diegene? Ja, dat is niet leuk voor diegene. Want die ligt dan op de grond? Ja. Ben je zelf wel eens knock-out geslagen? Nee. Nee? Dit doek is in het echt, hè, is een fotocopie ervan, is 1,70 meter. De echte is 1,70 meter? Ja, dus. Jezus. Je moet het zo zien, stel als zou ik dit volledige lichaam schilderen van deze persoon,
Dan is het, als zou ik mezelf schilderen van 1,86 meter, dat betekent dat ik een heel schilderij van 18 meter zou maken. Maar dit is allemaal verf, zo'n flikje dat zo allemaal erop. Ja, en dat houdt ook in dat ik horizontaal werk, omdat ik natuurlijk niet zoveel massa tegen het doek aan kan gooien, want dan valt alles eraf. Ja. Dus horizontaal, dus gewoon dat het op de grond ligt. Ja, liggend, ja. Ja. Komend jaar staat heel erg in het teken van verhalen van andere mensen. Ja. Dus ik speel heel veel in... Eigenlijk, toen ik dakloos was, ben ik gaan spelen voor dakloze mensen. Ja. En dat was altijd heel erg bijzonder. Want je hebt ook die foundation, toch? Ja, klopt. Hoe heet die foundation? Music for Shelter. Music for Shelter. En daarmee ga ik dus naar gevangenissen, ziekenhuizen, TBS-klinieken, dakloos centrum vluchtelingen. Mm-hmm. Daar speel ik voor, maar wat er gebeurt, als zij mijn verhaal horen, vertellen ze heel vaak hun verhaal aan mij. Ja. Dat zijn hele bijzondere verhalen. Ja. En wat ik nu ga doen is met die mensen en die verhalen, die ga ik verwerken in muziek. Ja. Dus ik ga samen met hen nummers schrijven over hun thuissituatie. Ik heb altijd met kunst, en ik denk dat een groot gedeelte van de mensen die dit kijken dat ook hebben, weet je, waar hebben we het nou precies over? Ja. Wat is het nou dat dit schilderij een miljoen kost en dit 2000 en dat weer helemaal niks? Waarom is iets duur? Ik kan een beperkt aantal schilderijen maken. En meer mensen willen die schilderijen hebben dan ik kan maken. Dus dat drijft automatisch eigenlijk als het ware de prijs omhoog. Zeker als je een opdracht hebt. Maar ja. Het is ook letterlijk gewoon lengte keer breedte keer een x-percentage. Daar wordt ook je prijs op gebaseerd. Ja, echt. Verdien je veel geld met YouTube al? Kijk, ja, iedereen dacht dat ik ben miljonair. Ik heb, dat denk ik heb Lamborghini, ik heb Ferrari, ik heb Audi, Mercedes. Ja. Zo, naast mij, snap jij? Ja, maar dat is bij mij hetzelfde. Iedereen denkt, hey, deze ja, gast is iedereen. Beter. Maar kijk, ik heb, ik krijg niet zoveel. Omdat, waarom? Omdat mijn views komt in Agabesland. Ja, Serieland, maar Serie kan niet. Gelden krijgen met views op YouTube. Okay. En in Dubai kan, ja. Jordanië, een beetje. Het is gewoon een beetje skeer. Ken je het woord skeer? 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 Nee. Gewoon arm. Gewoon niet veel. Het is een beetje arm. Gortig. Ja. Beetje niet... Arm YouTuber. Ja. Ik heb nog altijd zo'n liedje die gaat als je opkomt. Op vuurwerk en dan lopen ze er tussendoor. Hoe heet dat liedje? Weet je dat? Zo'n beetje. Ja, zoiets. Doe ik het dan een beetje goed? Ja. Nee, helemaal niet. Maar jij hebt ook gewoon echt van die vingers gewoon. Ja, echt van die piano. Dat je bijna van aan de linkerkant met één hand naar de rechterkant van de piano kan. Ik kan wel bizarre dingen met mijn handen inderdaad. Ja. Ze zijn sterk, vooral. Hebben mannen daar ook profijt van? Dat mijn handen sterk zijn? Ik denk juist niet. Nee? Nee. Nee, schreeuwen ze het uit van de... Hij gaat heel vertellen. Ik heb mijn buurvrouw gezien. En die vertelt naar mij, oké, hoe gaat het, Obado? Wat jij doet nu? Werk, wat jij doet? Ik vertel, nee, ik ben... Ik doe werk op YouTube. Ja. Hard werk en met filmen, video. Ik wil acteur worden. Ja. En muziek. En die vertelt naar mij, oh, hoeveel heb jij op YouTube? Ik vertel 1 miljoen subscribers. 1 miljoen? Oh, dat betekent, jij bent rijk nu. Iedereen denkt alleen met geld. Altijd. Iedereen denkt dat. Oh, je bent rijk nu. Veel geld, toch? Het is een beetje spannend dat je bij mij naast zit. Ik vind het wel spannend om bij jou naast te zitten. Ik ook. Ja? Ja, dan gaan we nu voor eens of voor altijd afspraak maken. Dat we altijd Matties blijven. Ja. Ja? Ja. Nou, morgen is over 10 jaar of over 20 jaar. Ja. We zijn gewoon Matties. Oké. Okay. Deal? Deal. Oké. Als ik nou ooit een keer ruzie met iemand heb, dan weet ik wie ik moet bellen. Ja. Gozer. Super bedankt. Zet hem op met je kunst. Yes, thanks. En ik, ik bel je wel. En jij met de taxiretten? Ja, dat komt zeker goed. Vandaag? Heel veel. Oké, nou daarom. Zet hem op. Was gezellig. Yo. Oké, later. Waar eindigt de reis? Ja, want nu ben je fucking beter dan Wiebe Suyari, ben je zelf. Ja. Dus dan is er eigenlijk een hoger haalbaar iets. Weet je, ja, gewoon echte dingen doen, dat is nu mijn, dat heb ik afgesproken met mezelf. Ik doe alleen nog maar dingen waar ik 100% in geloof.
En die jij gelooft hier 100% goed voelen. En dit voelt 100% goed. Ja, ik kreeg van jullie die vraag en toen dacht ik, ja, dit vind ik dus, dit voelt goed, dit vind ik leuk. Ja, echt? Ja. Heb je al een vriendje? Nee. Nee? Waarom niet? Je bent toch stoer? Ja, oké. Ze zouden toch voor jou in de rij moeten staan? Je bent wereldkampioen. Ja. Zou je zo gewoon zo moeten kunnen uitkiezen? Of heb je geen tijd voor een vriendje? Helemaal oké, helemaal niet. Geen tijd voor? Nee. Ik ga een stukje rappen van mij. Uh-huh. En dan moet jij daarna een stukje rappen. Dat is goed. Oké. Ik zweer het, ik heb het helemaal gehad. Ik ben zo blij met een chick die me snapt, vindt het. Zo fijn dat je weer eens om me lacht en niet vraagt, wat bedoel je? Laat maar, het was een grap. For real, ik zweer het, zij is dol op mij. Komt er romantisch bij zitten als ik porno kijk. Hey. Hey. Dat was mij, dat was ik. Nu jij. Ja? Gouwe, gouwe, jubt op het abi, gouwe, gouwe, verlaat het ouwe. Nafselijk in toe, schijf je nog zeer, bedoen terrasjes, hoe voel je zouwe. Nahna lemloek, ey, nahna lemloek, ey, nahna lemloek, gouwe. Lekker man. Ik zou zeggen, dankjewel. Alsjeblieft. En jij ook, dankjewel, ik vind het leuk. Laten we wat vaker wat doen, ik vond het echt lachen. Mm-hmm. Jij hebt 1 miljoen abonnees, ik heb 1 miljoen abonnees. Samen 2 miljoen. Ja. Jij bent wel eens in Marokko geweest? Ja, heel vaak. Waarom? Elk jaar. Omdat ik ben mijn afkomst Marokkaans. Oké, jouw familie woont daar? Mijn opa en oma. En mijn familie. Salam alaikum. Alaikum, salam. Je mag de auto verlaten. Ja, doei. Onthouden, hè? Wat hebben we afgesproken? Wat is? Voor altijd. Ja. Goed zo. En als ik deze riem uit kan doen. Doei. Doei. Was een eer. Dit is het concertgebouw. Nee, dit is Theater Amsterdam. Theater Amsterdam. Maar ja, concertgebouw zit heel erg. Ik ga je knuffelen terwijl we zitten. Thanks. We gaan een keertje muziek maken. Ja, superleuk. Dat lijkt me superleuk. En ik wil een keer, als dat mag, een keer bij een soort concert van je zijn. Kom maar, wat doe je zondagavond? Nog niks. Speel ik in het concertgebouw. Oké, okay, is dit een date? Ja, wel met veel afstand, want ik zit op het podium. Beetje onpersoonlijk. Oké, okay, ja, is goed. Ik laat je weten. Laat me weten. Veel plezier. Dankjewel. Blijf voorzichtig, hè. Zet hem op. Oké. Okay. Hoi. Dag, schat.